Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag en morgen ga ik vloggen. Het wordt gewoon één vlog. En de reden waarom ik ga vloggen is omdat ik morgen, zaterdag 1 oktober, naar het NK Judo Senioren ga. Ik vind het heel spannend. En het is nu vrijdagavond en ik heb straks de laatste training voor het NK. Daar ga ik niet vloggen. Het was meer gewoon dat ik mijn intro wilde doen nog in een beetje licht. En morgen probeer ik zoveel mogelijk te vloggen. Maar ik ga natuurlijk ook wel focussen op de wedstrijden. Dus dan zullen grote delen worden gefilmd door mijn zus. Maar ja, sowieso ga ik ook later nog uitleggen wat het allemaal inhoudt. Wat NK Senioren Judo precies is. Wat het verschil is tussen alles. En dat krijgen jullie allemaal nog te horen. Ik moet nu een beetje haasten, want ik heb nog 4 minuten om nu de deur uit te gaan. Onderweg naar de judo training. En dan zien jullie me na de training weer terug. En ik kom net terug van mijn training. Het is nu 9:50. Ik ga even snel mijn tas pakken voor morgen, zodat ik zeker weet dat ik alles heb. En dan kan ik gaan slapen. En dan gaat het morgen toch beginnen. Spannend! Oké, ik heb nu dus mijn tas gepakt. Ik zal even laten zien wat ik allemaal mee moet nemen naar het NK. De tas ligt hier, dus ik zal het even laten zien. Oké. Wat altijd belangrijk is om mee te nemen. En ik ga nu tegelijkertijd ook mijn tas checken, zodat ik zeker weet dat ik alles heb. Is een blauwe pak met de blauwe broek. T-shirt, sporttop, paspoort, je judo paspoort is belangrijk, sporttape, ook belangrijk, bruine band, wit pak, wit jasje en dan heb ik ook nog een extra jasje mee, zodat ik zeker weet dat mijn pak goed is, omdat ze meestal heel erg checken op je mouwen of ze lang genoeg zijn en als je een extra pak mee hebt dan weet je zeker dat je gewoon een pak aan heb die goed past. Ja, en voor de rest moet er morgenochtend nog deo in, elastiekjes, borstel en wat nog niet te vergeten. Ja, ik weet het, ik ben een sporter, maar ik heb soms ook even behoefte aan chocola. En dit is gewoon lekker. Zo, ja, alles is in mijn tas. Oké, ik heb even mijn haar losgegooid, want ja, ik ga zo slapen. Ik heb een goede nachtrust nodig. En mijn wekker gaat alweer om 7:55. Dat is op zich niet zo heel vroeg voor mij doen. Ik heb wel eens eerder moeten opstaan. Dus ik vind het eigenlijk best lekker. We hoeven ook pas om 9:15 de deur uit eigenlijk. Maar ik wil gewoon een beetje de tijd hebben. Rustig kunnen wakker worden. En de tijd kunnen nemen. Omdat je natuurlijk niet gehaast de deur uit wil gaan. Ik heb nog niet gezegd hoe het eigenlijk allemaal gaat verlopen. Ik ga het nog een andere keer helemaal uitleggen. Komt nog wel in deze video, maar niet op dit moment. Maar wat ik wel alvast kan zeggen is, om 9:15 vertrekken van huis, gaan we richting Almere. Voordat de wedstrijden beginnen moet je altijd wegen, omdat je zit in een gewichtsklasse. Dat wordt allemaal nog uitgelegd. Later, morgen, middag, ergens. Komt nog wel aan de vlog. Je ziet het voorbij komen. Maar dan ga je wegen dus. Dan beginnen. Ja, dan heb je eventjes tijd om op te warmen. Om je klaar te maken. En dan gaan de wedstrijden officieel beginnen. Dat zien jullie dan allemaal morgen. Ik zie het ook morgen. Het is voor mij een enorme verrassing. Ik heb dit ook zelf nog nooit echt meegemaakt. Dus ik vind het zelf ook een beetje spannend. Dus ja. Ik ga nu slapen en dan zie ik jullie de volgende ochtend. Hey, goedemorgen. Ik ben echt net wakker. Het is 7:55. Ik denk nu dat het onderhand misschien al 8:00 is. Ik heb even snel mijn bril opgezet, anders zie ik niks. Ik ga me zo klaarmaken om te vertrekken naar Almere. Ik ga zo eerst even wegen. Dat hoort er ook bij. Even om te kijken of je goed weegt. Maar daar ga ik vanuit van wel. Dan ga ik even snel even douchen om wakker te worden. En dan kunnen we gaan. Spannend.
Ik heb dus nu zojuist gedoucht en ik heb even mijn haar gefeund, want ik heb mijn haar gewassen. Dit gebeurt er dus altijd bij mij als ik mijn haar feun, oftewel het ontploft. Maar dat geeft niet, want ik ga het zo even stylen, zodat ik het straks beter in een staart, strakker in een staart kan doen. Omdat mijn haar soms nogal krullerig is. Dus dat ga ik even doen. Want bij de judo moet je haar altijd vast. En tegenwoordig is het ook zo dat je haar of in een knot of in een vlecht moet. Het mag niet meer in een losse staart. Dus dat, maar dat doe ik altijd later. Dat doe ik pas op de wedstrijd zelf. Ik ga het nu even een beetje stylen. Gewoon omdat ik het dan beter vast kan zetten. Het is nu 21:50. Dus ik heb nog tijd zat, gelukkig. En ja, ik vind het echt spannend worden. Dus tot zo. Van het NK dus aan het bewerken. En daar zag ik natuurlijk dat ik nog eigenlijk dingen moest uitleggen. En de vlog nog helemaal niet had afgesloten. Maar dat kwam omdat ik gewoon gisteren zo druk bezig was met het NK zelf. En ja, dat denk ik hier helemaal niet aan. Het is ook niet echt een vlog geworden. Ik val echt als leven als vlogger. Ik hoop dat jullie het nog wel een beetje een leuke vlog vinden. Ik vind hem in ieder geval best wel leuk geworden. Maar ik ga nu even nog het een en ander uitleggen. Want ja, ik heb dus meegedaan aan het NK Senioren. En wat dat inhoudt is dat je zeg maar meedoet dus aan het Nederlands kampioenschap in de leeftijdscategorie senioren, oftewel volwassenen. In judo heb je verschillende leeftijdscategorieën. Je hebt min 12 en daaronder heb je volgens mij nog meer leeftijdscategorieën, maar dat durf ik niet voor 100% zeker te zeggen. Dus ik begin gewoon even met min 12. Dan heb je de min 15, dan heb je de min 18 en ik zit op dit moment in de min 18. Dan heb je de min 21 en daarna heb je, als het goed is, als ik het nu goed zeg, de senioren. En ik heb dus inderdaad meegedaan aan de senioren. En nadat je wordt ingedeeld in leeftijdscategorieën, heb je ook gewichtsklasses. En dat is natuurlijk zodat het allemaal eerlijk verloopt. Nu moet ik het even goed zeggen. Ja, nou ja, op dit NK heb je dus
de gewichtsklasses. Min 48, min 52, min 57, min 63. Oei, wat komt daarna? Min 70 en daarna plus 70. Ik hoop dat ik niks heb overgeslagen, maar als het goed is, is dit het. Dus dan zit je dus in leeftijd en in gewichts. En dat is zeg maar hoe het in elkaar zit. Dan ga je natuurlijk gewoon tegen dezelfde mensen die in dezelfde gewichtscategorie zitten. En ik heb helaas op het NK 2 wedstrijden verloren. Maar ik had ook niet serieus verwacht dat ik iets heel hoog zou halen. Het was meer gewoon puur voor de leuke ervaring. En het was ook een hele leuke ervaring. Ik vond het echt leuk. En bij aankomst kreeg je dus een kaartje met je naam erop en gewicht erop. En ja, die moest je dus omhangen zodat mensen konden zien dat je een judoka was. Oeh, valt bijna. En je kreeg ook nog bij aankomst een logo. Die moest je op je pak plakken. Zodat, ja, dat het NK was gesponsord. Dus ja, dat moest je dan op je pak plakken. En ja, dan gaat het beginnen. Opwarmen, wachten totdat je aan de beurt bent. Dat duurt heel lang. Tussen mijn wedstrijden heb ik denk ik 2 uur gewacht. Maar ja, dat hoort erbij. Het was in ieder geval heel leuk. Ik was heel zenuwachtig. De filmpjes die je ziet in mijn vlog, die zijn gefilmd door mijn zus en door mijn ouders. Dus vandaar dat vanaf 2 verschillende standen is en met 2 verschillende camera's. Ja, ik was gewoon heel zenuwachtig. Ik gewoon niet meer heb nagedacht over de rest. Ja, na het NK zijn we gaan eten. Want het was denk ik, hoe laat was het? Over 6 uur denk ik al. Dus we hebben echt heel de dag in de sporthal gezeten. Dus we zijn even naar de Mac gegaan. Erg ongezond. Maar dat is wat je tegenwoordig heel vaak tegenkomt. En ja, daarna ben ik eigenlijk naar bed gegaan. Ik was gewoon zo moe. Maar ja, het was gewoon een hele gaaf ervaring. En ik dacht, ik neem jullie ook gewoon een beetje mee om te laten zien wat ik heb meegemaakt. En ja, ik vond het super leuk in ieder geval. En ja, de vlog denk ik ook is heel leuk geworden. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet natuurlijk geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Wil je op de hoogte blijven van alles wat ik doe. Van alles wat ik maak. En van mijn video's. Zo, ik kwam even niet uit mijn woorden. Oké. Van alle video's die ik maak. En van alles wat ik doe. En dan heb ik niks meer anders te zeggen dan tot volgende week zondag. Bye bye!